Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Week Ede. Met deze week onder meer de volgende onderwerpen. Engelse les voor kleuters op de basisschool. GCI Ede maakt zich op voor de vijfde netwerkavond. En opening bouwbedrijf levert goede doelen €8.000 op. Dit en meer deze week in Een Week Ede. Maar we beginnen met een tragisch ongeval op de N310 in Otterlo afgelopen week. Daarbij kwam een man uit Tolkamer om het leven. Het ongeval vond plaats rond 1:30 middags en er waren een bestelauto en een tankwagen met kippenbloed bij betrokken. De tankwagen belandde op zijn zijkant en de bestelauto werd frontaal geraakt. De bestuurder van de bestelauto was op slag dood. De verkeersongevallenanalyse van de politie is vele uren bezig geweest om uit te vinden hoe het ongeval precies was veroorzaakt. Ook de bergers zijn urenlang bezig geweest. De weg was tot 12:00 s'nachts afgesloten omdat de vrachtwagen eerst moest worden leeggetankt en daarna pas weer op zijn wielen gezet kon worden. Daarna is de boel afgesleept en de weg gerepareerd. Hoe het ongeval is veroorzaakt is tot op heden nog niet duidelijk. Ergens in mei van dit jaar werd de nieuwbouw van een bouwbedrijf officieel geopend. En toen al werd er opgeroepen om vooral geen bloemetjes en cadeautjes mee te nemen naar die officiële opening, maar om vooral geld te storten op een speciale bankrekening. Want het bouwbedrijf vond dat die opening vooral ten goede moest komen aan het goede doel. Om precies te zijn, twee goede doelen. En inmiddels is duidelijk dat de opening van het bouwbedrijf €8.000 heeft opgebracht. €4.000 daarvan ging naar de Stichting Hulphond en de bijbehorende cheque werd afgelopen week door directeur Martin Kreeft overhandigd aan de directeur van die stichting. Bezoekers van de opening van het nieuwe pand van het bedrijf werden vooraf al opgeroepen om de cadeaus achterwege te laten en geld mee te nemen naar het openingsfeest. Het bedrijf hoopte zo een leuk bedrag bij elkaar te verzamelen dat bedoeld was voor twee verschillende goede doelen. Het eindresultaat was een mooie bedrag van €8.000, waarvan €4.000 ging naar Stichting Hulphond. Martin Kreeft overhandigde de cheque afgelopen week. Rudolf, ik heb de cheque bij me voor de bijdrage van ons voor Stichting Hulphond van het PAMP. En die wou ik jou overhandigen. Dankjewel Martin, ik ben ontzettend benieuwd. Wauw, wat een fantastisch bedrag zeg. Ongelooflijk. Ik ga je nog een keer een hand geven. Kijk eens. Ontzettend bedankt. Graag fantastisch. Dit kunnen we waanzinnig goed gebruiken. Dit staat sowieso voor 3,5 pup die wij weer kunnen gaan aanschaffen. Rudolf Strikwold van de Stichting Hulphond. U heeft zojuist een cheque overhandigd gekregen van €4.000. Daar bent u ongetwijfeld heel blij mee. Daar zijn we ontzettend blij mee. Onze stichting is voorzichtig gegaan uit een dal aan het opklimmen. We hebben een heel lastig 2009 en ook nog begin 2010 gehad door de financiële crisis. Dat trekt een behoorlijk negatieve wissel op je inkomstenstroom. Dus elke donatie die op dit moment binnenkomt, daar gaat bij ons echt de vlag voor uit. En zeker voor een bedrag van €4.000. Ja, maar dit is €4.000. Maar dat is eigenlijk in verhouding met wat u al heeft gekregen van dit bedrijf eigenlijk heel weinig. Want de teller staat behoorlijk hoog volgens mij. Hoeveel heeft dit bouwbedrijf nou eigenlijk al opgebracht? Wij hebben sinds 2005 tot op de dag van vandaag met deze cheque erbij van bouwbedrijf Kreeft €71.000 gekregen. En dat is een behoorlijk bedrag. En daar kunnen wij, als je dat terugrekent naar het opleiden van hulphonden, hebben we daar 3 hulphonden voor kunnen opleiden. En dat is 3 mensen zelfredzaam gemaakt weer voor 9 jaar. Martin Kreeft, de opening van het gebouw een aantal maanden geleden. En toen werd al aangekondigd van we doen het allemaal voor een goed doel. Geen bloemetjes, maar liever wat geld. En dat heeft €4.000 opgebracht. Ja, €4.000, maar eigenlijk 8.000. Want we hadden een gecombineerd doel. We hadden de opening van houtconstructie Ede en bouwbedrijf Kreeft. En we hadden verzonnen dat het geen bloemetjes voor ons of een flesje wijn voor die directie moest worden, maar een bedrag voor het goede doel. En dat was inderdaad €8.000. En daar is een gedeelte van naar Stichting Albezes gegaan. En ik ben hier vandaag geweest om een cheque te overhandigen voor Stichting Hulphond. Het verbaast mij dat er toch nog zo'n bedrag bij elkaar komt, alleen maar door een officiële opening van een bedrijfspand. Ja, dat is een beetje een inkopper. We hebben natuurlijk al een heel breed georiënteerd bedrijf met veel relaties, veel klanten. En dat geld is ook niet alleen van leveranciers gekomen, maar ook van klanten. En zelfs nog van personeel die
uren beschikbaar hebben gesteld in ruil voor geld. En ja, wij zijn er natuurlijk heel erg blij mee. En ik zat andersom ook nog te denken, 8000 euro in bloemen, dat is ook wat natuurlijk. Dus daar hebben we ook niet veel aan. Ja, die had je weer kunnen veilen bij Plantion, dat is de buurman. Maar er is heel veel geld door jullie bedrijf naar die Stichting Hulphond gebracht. Ik hoorde net 71.000 euro en het houdt nog niet op, want er staat weer wat in de planning. Ja, wij gaan over anderhalve week weer wandelen. Een week, dat doe ik ieder jaar. En deze keer in de regio van de Achterhoek. En dan gaan er weer 80, 60, 70 mensen mee, verdeeld over 4 dagen. En dan proberen we weer een leuk programma te draaien en in ieder geval weer wat geld bij elkaar te peuteren voor de volgende check. Zijn er nou veel bedrijven die zo'n band hebben met ja, u als goed doel, die al 5 jaar dus bezig zijn om zoveel mogelijk geld voor uw stichting in te zamelen? Ja, als ik misschien zeg, als ik een aantal zal noemen, zult u misschien veel zeggen. En ik zal als directeur fondsenwerving zeggen veel te weinig. Dus dat is relatief. We hebben een vaste groep van bedrijven die ons ieder jaar opnieuw steunen. Dat is een businessclub, dat noemen wij Shendor. En daar is bouwbedrijf Kreeft is er daar één van. Maar ik kan wel zeggen dat dat één van de hoofdsponsors is uit dat programma. Ik heb het nooit gehad, maar tegenwoordig is het heel normaal om op de basisschool al Engelse les te krijgen. De Edese schoolvereniging geeft al een aantal jaren Engelse les, maar gebruikt sinds kort wel een hele nieuwe methode waarbij de lerares of leraar gebruik maakt van een stuk software die het allemaal net even wat makkelijker maakt. Afgelopen week was de officiële presentatie van die nieuwe software en EdenTV was erbij. Hallo, 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 say the children. Het kan maar zo dat uw zoon of dochter van 10 jaar straks beter de Engelse taal beheerst dan dat u zelf doet. Kleuters van de Edese schoolvereniging krijgen namelijk op een creatieve manier les in Engels. Een methode die de kinderen op een speelse manier in contact brengt met de Engelse taal. Wij denken dat deze methode op een hele speelse manier kinderen in aanraking brengt met Engels. En niet alleen het Engels dat wij spreken als leerkrachten, maar ook het Engels dat native speakers inspreken. En dan horen de kinderen op een andere manier ook een vorm van Engels. Nu hebben jullie deze methode, zei het kort, maar toch al een poosje in gebruik. Is er nou al meteen te merken dat die kinderen dit leuk vinden en dat ze er vooral ook goed Engels door leren? Leuk vinden ze het zeker. Jullie hebben het gezien, de speelsigheid die de methode biedt, de mogelijkheden om met het digitale bord filmpjes, liedjes enzovoorts heel snel af te wisselen. Dat biedt gewoon een stukje meerwaarde, waardoor de lessen levendiger worden voor de kinderen. Erik Razenberg, de man achter deze methode. Vertel nou eens, hoe uniek is dit? Ja, ik denk dat het een hele unieke methode is. Het is de eerste volledig digitale methode voor de onderbouw in het Nederlands onderwijs als het over het aanleren van Engels gaat. En ik denk dat het in andere zin uniek is dat het gebaseerd is weliswaar op een boekenmethode uit Amerika, maar volledig interactief en digitaal is gemaakt en via internet te gebruiken. Nou, viel mij op, de kinderen die les hadden, die hebben helemaal geen boekjes en schriftjes meer nodig, of wel? Nou, in deze leeftijdscategorie, categorie van 4 tot 8 jaar, wordt sowieso relatief weinig gelezen natuurlijk door de jongste kinderen. Want dat kunnen ze nog niet, dat leren ze pas in groep 3 en 4. Dus het onderwijs in deze categorie bestaat veelal uit kleuren, liedjes, spelletjes. En dat is ook waar deze omgeving dus heel rijk van is. Niet alleen de kinderen hebben veel plezier in de lessen, ook voor de docenten is deze nieuwe manier van lesgeven erg leuk. De methode zou zelfs beter werken vanwege de interactiviteit. Ja, het is heel erg leuk om dat digibord erbij te hebben, want je hebt bij vreemde taalverwerving is het heel erg belangrijk dat de kinderen een visuele ondersteuning krijgen, zodat ze begrijpen wat je doet. En ja, met dat digibord is fantastisch, want ze hebben dus altijd visuele ondersteuning bij alles wat je doet. Dus het is heel makkelijk om op die manier les te geven. Ja, nu bent u natuurlijk ook die oudere methodes gewend, waarbij dat nog niet gebeurt. Ja. Dus een heel groot verschil, lijkt me. Ja, nou ja, uiteindelijk ook het digibord vervangt natuurlijk niet de leerkracht. Zo nuchter moeten we er wel in zijn. Maar het is wel een aanwinst. En zeker ook wat dit programma allemaal kan. Met audiofragmentjes die je kan oefenen. Wat allemaal is opgenomen. Dat zit er allemaal achter om de leerkracht te ondersteunen. Dus het biedt wel gewoon heel erg veel meer voor een leerkracht, absoluut. Hoe reageren de leerlingen erop? Ja, ik vind het fantastisch. Ze vinden het heerlijk en als ze dus een videootje zien over een klas waar de juf zegt jump, nou dan staan ze allemaal in één keer op, gaan ze allemaal springen. Dus ze reageren er heel goed op, ze vinden het erg leuk. Ja. Kunnen ze nou straks ook beter Engels? Ja, daar ben ik van overtuigd. En zeker kinderen die taal niet al te makkelijk vinden, die worden nu vanaf jongs af aan blootgesteld aan die taal.
Ik hoor heel veel kinderen op middelbare of jongelui op middelbare school die erg veel moeite hebben met Engels. En als die kinderen deze kans hadden gehad om vanaf jong te beginnen, dan denk ik dat het leven voor ze wat Engels betreft een stuk makkelijker geweest zou zijn. Want dit is gewoon speels Engels leren. Ja, wat wil je nog meer? Nu is de Edische Schoolvereniging de eerste school. Waarom deze school? Nou, we hebben in maart de lancering van dit concept op de IPON-beurs in de jaarbeurs in Utrecht gedaan. Maar voorafgaand daaraan hebben we een persbericht gemaakt. En het persbericht hebben we toen ook geschoten op deze school. Nou, de school is heel bereidwillig, maar ook heel geïnteresseerd in wat wij te maken hadden. En ze hebben aangegeven graag bereid te zijn om bij een volgende instantie ons weer toe te laten om dit product te demonstreren. Dus daar hebben we graag gebruik van gemaakt. Dus het zou ook nu zomaar kunnen dat de kinderen uit Ede van deze school een heel stuk beter Engels hebben kunnen leren dan de kinderen op een school in Tjitskradil. Dat, nou ja, ook in Tjitskradil is het volgens mij. Zouden we graag deze methode laten adopteren. Het is natuurlijk wel zo dat wij verwachten dat met deze sterke methode en met name ook vanwege de doorgaande leerlijn. Op deze methode volgt de methode Backpack van Pearson die door dezelfde auteurs is gemaakt die ook in hoge mate interactief is. Door die doorlopende leerlijn is wel onze overtuiging dat kinderen in groep 8 uiteindelijk met een veel hoger niveau Engels van school gaan komen dan op dit moment het geval is. Goodbye, say the children. Het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Misschien zegt het u helemaal niets, maar het kan ook zijn dat u denkt, oh ja, als ik dat nummer hoor, dan heb ik meteen de hele dag die melodie in mijn hoofd. Want mijn kinderen kijken er altijd naar. Het zandkasteel is namelijk een populaire kinderserie. Ook in Ede wordt er veel naar gekeken en dat bleek wel, want de ondernemers van de Achterdoelen hadden afgelopen zaterdag de spelers van de serie uitgenodigd om op de foto te gaan met de Edese kinderen. Al vanaf 9:45 ochtends stonden de kinderen al te wachten om op de foto te gaan met de bekende Toto, Sassa en Koos. Het liep door tot het eind van de middag toen rond 4:30 de laatste kinderen op de foto gingen. Ja, wij kregen zoveel mensen hier in de Achterdoelen met kleine kinderen. En die zitten 's morgens naar de Nederland 3 te kijken, naar het zandkasteel. En toen hadden wij zoiets van, nou, misschien is dat wel leuk om die een keer naar Ede te halen, naar de Achterdoelen. Ja, die zijn er nu geweest. Wat konden de kinderen zoal doen? Nou, ze vonden het geweldig. Om 11 uur was de eerste sessie en 9:45 zaten de eerste mensen al hier op het stoepje te wachten. En met name de hele kleintjes, hè, 3, 4 jaar, dat zijn degenen die 's morgens voor de tv zitten. Ja, die willen met koning Koos en met Sassa en Toto op de foto. Ja, en die gelegenheid krijgen ze nu van ons. En die foto mogen ze volgende week zaterdag mogen ze die opkomen halen. Die krijgen ze gratis. Een leuk aandenken. Ja, ik denk dat het een leuk aandenken is. En we hebben de mensen in de Achterdoelen. Je moet gewoon de mensen weer eens, het wordt tijd dat de mensen weer eens lekker op straat komen. Het was mooi weer vandaag, dus dat willen we nog meer. Het was een super dag voor ons. Top, de kinderen hebben genoten. Ouders hebben genoten. Wat willen wij nog meer? Je bent op de foto geweest? Of ben je niet op de foto geweest? En met wie ben je allemaal op de foto geweest? Met koning Koos en met Sassa. En wie zijn dat? Sassa en Toto en koning Koos. Dat zijn die poppen. Poppen? Ja. Zijn het poppen? Nee, ik heb poppen. En waar komen die poppen vandaan? Van televisie? Nee, die. Maar je vindt ze wel heel leuk? Ja. En wie is nou de leukste? Sassa. Waarom? Omdat zij zo liefje is. Ga je lekker met haar knuffelen? Ja. In november is het zover. GCI Ede, dat is een club van ondernemers, organiseert dan weer een speciale netwerkavond. Op zich is dat niet heel bijzonder, maar dit jaar vindt die netwerkavond voor de 5e keer plaats. Dus was er extra reden voor een feestje en werden er niet 1, maar 2 speciale sprekers uitgenodigd. En ook de locatie is dit jaar bijzonder, want de sprekers worden welkom geheten in de veilingzaal van Plantion. Reden voor ons om eens te vragen wat er precies gaat gebeuren en voor wie die netwerkavond bedoeld is. GCI Ede organiseert op 10 november het netwerkevent 2010 in Ede. Het evenement is bedoeld voor ondernemers en wordt dit jaar op een bijzondere locatie gehouden. Namelijk in de veilinghal van bloemenveiling Plantion. Dit is het vijfde jaar dat het netwerkevent georganiseerd wordt. Voorheen heten we Juniorkamer Ede. Sinds dit jaar is het officieel, zoals de landelijke organisatie ook,
JCI-heden. Nou, omdat dit jaar het vijfde jaar is dat het event georganiseerd wordt, wilden we een speciale locatie. En ik denk dat dat fantastisch is gelukt. Ja, maar jullie hebben ook een aantal opvallende sprekers. Ja, doordat we hier eigenlijk voor geringe kosten gebruik mogen maken van deze ruimte, was er wat extra budget voor de sprekers. Dus we hebben Mark Lammers hier en we hebben Ben Tichelaar hier als spreker. En normaal is er altijd één hoofdgast en van dit keer hebben we echt twee hoofdgasten. Ik denk heel aantrekkelijk voor de mensen. André van Kruijzen van Plantion, bij dat GCI-netwerk-event bent u de leverancier van de ruimte, hè? Ja, we zijn gastheer. Maar wel een bijzondere gastheer, want het gaat allemaal plaatsvinden in de veilinghal. Ja, ik denk dat de heren dat goed doen om dat hier te houden. Het is een mooie gelegenheid voor hun om hier alle mensen goed te plaatsen. Ja, hoe moet ik me het nou voorstellen? Want normaal komen hier planten en bloemen voorbij en dan staat hier opeens een spreker. Daar is die ruimte toch eigenlijk helemaal niet geschikt voor, of wel? Ja, het is een fantastische akoestiek hier. Er zijn 400 zitplaatsen. Het is toch een mooie plaats waar iedereen toch benieuwd naar is. Dus ik denk dat het goed uitkomt. En dan die klok aan en op het moment dat iemand echt zo'n spreker zat is, kunnen ze op een knopje drukken? We hebben mogelijkheden voor beamer presentaties en dergelijke. Het geluid is hier fantastisch. Dus ik denk dat het een mooie plek is. JCI Ede is eigenlijk een clubje ondernemers tot 40 jaar. Een van de serviceclubjes hier in Ede. Het verschil is met de andere clubjes dat er bij ons ook dames lid kunnen worden. Een ronde tafel is dat bijvoorbeeld niet het geval. Nou, wij organiseren dit jaarlijks om een beetje promotie te geven aan onze kamer. Om daar meer mensen een beetje enthousiast voor te maken. Nou, om zo'n event te organiseren komen denk ik alle ondernemers, dus ook boven de 40. Is een ideale manier om te netwerken en voor ons een ideale manier om ons te promoten bij de andere ondernemers in de regio. Iedereen is welkom? Iedereen is welkom. Maar ze moeten wel een kaart kopen. Waar kunnen ze nou die kaarten kopen en meer informatie vinden? Er is een site, netwerkenin.ede.nl. Via die site kunnen ze kaarten bestellen. Er is nu nog een week kunnen ze gebruik maken van de vroegboekkorting. Dus tot 17 december kosten de kaarten €45, daarna €50. John Pardon, maatadviseurs. U bent hoofdsponsor van die netwerkavond. Waarom? Voor maatadviseurs is het een unieke kans om in één avond in contact te komen met vrijwel geheel ondernemend Ede. En wij zijn een financieel dienstverlener en wij dragen ondernemend Ede een zeer warm hart toe. En voor ons is het een unieke mogelijkheid nogmaals. Die sponsoring, is het nou puur gewoon even de check uitschrijven of doet u er ook nog meer mee? Nee, wij proberen het event ook mee aan te kleden, mee te helpen inrichten zeg maar. En daar hebben we wat leuke ideeën over en die ga ik nu nog niet onthullen. Het moet een beetje het geheim van de smid blijven, maar ik kan iedereen aanraden om op 10 november hier naar het netwerkevent te komen en zich te laten verrassen. Waarom levert u nou die ruimte aan dat GCI-event? Nou, ik gun het deze club om een fantastische avond hier te houden in Ede. Dit bedrijf is een echt Edes bedrijf geworden. Ik denk dat goed is om daar een steentje aan bij te dragen. Plantion draait inmiddels een aantal maanden. Hoe bevalt het? Ja, de groei zit er goed in. Klanten zijn nu gewend, medewerkers zijn gewend, kinderziektes zijn eruit. Dus het draait elke dag beter. U zei het zelf al, Plantion is een echt Eders bedrijf geworden. Het bevalt goed in Ede? Ja, we voelen ons als een vis in het water. Het bedrijventerrein wordt steeds drukker, dus het gaat goed. U heeft zich laten overhalen om sponsor te worden. Wat heeft u met die GCI? Nou, ik persoonlijk heel veel. Ik ben ook lid van Juniorkamer sinds een jaar. En Juniorkamer is een instituut. Voor jonge mensen tot 40 jaar om naast een hoop gezelligheid zich te helpen ontwikkelen. Het draagt bij in je persoonlijke ontwikkeling. En dat is voor mij als persoon heel erg belangrijk. En wij als bedrijf dragen dat ook heel erg warm hart toe. 10 november wordt een leuke avond. Wordt een topavond. Komen. Nou is het in Plantion. Ik neem aan als het afgelopen is krijgen ze een plantje of een bloemetje mee. Daar hebben we nog niet over gehad. Dus we zullen daar in ieder geval hier nog even over hebben. Of dat gaat lukken, weet ik niet. We hebben wel volledig de catering verzorgd. Dus voor alle gasten is dat allemaal inclusief. En er zal zeker een procentje zijn. Onze hoofdsponsor Maat is daar ook iemand die daar een deel in wil hebben. En zij willen daar ook een stukje mee doen. En of dat planten worden, dat is nog de vraag. Ah, met een beetje netwerken moet dat goed komen. Ik denk het wel, ja. Maar ik kan moeilijk voor mijn beurt spreken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een week Ede voor deze week. Maar niet getreurd, u kunt zo vaak kijken als u wil. Het programma wordt iedere avond tussen 7 uur 's avonds en 10 uur 's ochtends herhaald op het hele uur op Ede TV. Vindt u dat nog niet genoeg, dan kunt u ook eens kijken op www.edetv.nl. Want daar vindt u bij uitzending gemist niet alleen deze aflevering, maar ook die van het afgelopen jaar.
Een Week Ede is er weer aanstaande zondagochtend om 11 uur met een hele nieuwe aflevering. Heeft u ondertussen iets te melden, laat het de redactie dan weten en stuur een e-mail naar redactie@edetv.nl. Wat mij betreft nog een prettige dag en tot de volgende keer.